De Doutenweijers is een prachtig natuurgebied in het Limburgse Diepenbeek. Het wordt beheerd door Natuurpunt en barst van het leven. De hele dag door luidt er een oorverdovend concert van duizenden kwakende groene kikkers. De kikkermannetjes proberen zo een vrouwtje te lokken, al worden ook gevaarlijkere dieren hierdoor aangetrokken. De luidste kwakers hebben geluk en mogen paren. Na de paring wordt onder water de kikkerdril door het vrouwtje afgezet. De meest unieke bewoners van de Doutenweijers zijn heel wat moeilijker te vinden. Ze zijn erg goed gecamoufleerd. Maar wie heel goed kijkt, kan ze toch af en toe ontdekken. Het zijn de zeldzame boomkikkers. Een 20-tal jaar geleden waren boomkikkers zo goed als verdwenen in Vlaanderen. Maar ze doen het hier door een aangepast beheer op sommige plekken gelukkig terug beter. Een van die gebieden is de Doutenweijers. Natuurpunt, de gemeente Diepenbeek en de Vlaamse Landmaatschappij zetten zich in om boomkikkers hier alle kansen te geven. Recent geraakte bekend dat er zelfs steun vanuit Europa kwam via een LifePlus-project. Vissen worden geweerd door de vijvers af en toe droog te zetten. Zo hebben de boomkikkervisjes niets te vrezen. Grazers zorgen er dan weer voor dat er genoeg variatie in het gebied blijft, met zonbeschenen plekjes, struikgewas en open stukken. Dit alles heeft succes, want boomkikkers zijn helemaal terug in de Doutenweijers. Boomkikkers zitten overdag urenlang te zonnen op de met zon beschenen delen van de braamstruiken. Die bramen zijn de perfecte biotoop voor deze kleine kikkertjes. De stekelige doornen bieden een goede bescherming tegen roofdieren en de bladeren zijn voldoende groot en stevig om het gewicht van een zonnende boomkikker te kunnen dragen. Braamstruiken trekken ook een massa kleine insecten aan en die vormen dan weer het ideale dieet voor onze kikkertjes. Eenmaal de zon is verdwenen, verdwijnen ook de boomkikkers wat dieper in de braamstruiken of trekken ze naar het water. Hun hechtschijfjes aan de uiteinden van hun tenen zorgen ervoor dat ze zich makkelijk over een gladde, ruwe, natte of droge ondergrond kunnen bewegen. Het gekwaak van de groene kikkers stopt en de boomkikkers nemen het over. De boomkikkermannetjes doen hun uiterste best en roepen om ter harst tegen elkaar op om een vrouwtje te kunnen lokken. Het water is niet diep en blijft dus in de zomer lekker warm. Ideaal voor de eitjes om uit te komen. Laat ons hopen dat het voor dit mannetje lukt, zodat we snel kunnen genieten van een nieuwe generatie zeldzame boomkikkers.